Hier aan de noordkant van Leiderdorp en Leiden moet hij komen. Een ringweg om de Leidse regio beter bereikbaar te maken. Maar bewoners langs de weg vinden dat er een maximumsnelheid van 50 km per uur zou moeten gaan gelden. De lokale partij Leiderdorp is het met ze eens. En daardoor klopt het college, tot grote verbazing van de Leidse politiek. Ik wist niet dat het daartoe zou leiden, zeg maar. Ik wist wel dat er een probleem was, want de lokale partij zat in de knel tussen het bestuursakkoord met Leiden en een zeer actieve groep in Leiderdorp die de 50 kilometer wil vasthouden. Dus dat er iets ging gebeuren, dat wisten we. Maar dat het hele college zou vallen, dat wisten we niet. De Leidse politiek wil Leiderdorp het liefst houden aan de afspraken die eerder gemaakt zijn. En die gaan uit van 70 km per uur. Nou ja, kijk, wij blijven vasthouden aan de afspraken die we hebben gemaakt. En heel goed overleg met Leiderdorp. En wij zijn er ook van overtuigd dat 70 de manier is om die doorstroming goed te laten verlopen. Zowel in Leiden als in Leiderdorp. Als Leiderdorp eenzijdig de afspraken wil veranderen en bijvoorbeeld die snelheid wil aanpassen. Ja, dan zal de Leidsraad tot nader order niet overgaan tot investeringen. Dat is een heel duidelijke uitspraak. Het komt natuurlijk omdat Leiden bijna 30 miljoen investeert op Leiderdorps grondgebied. Dus ik begrijp ook wel dat de gemeenteraad daar dan ook een zegje in wil hebben. Zeker omdat het belangrijk is om het project te laten slagen met een goede doorstroming daar. Maar nu ligt het project dus stil vanwege de politieke crisis in Leiderdorp. In geval van nood zal de provincie Zuid-Holland moeten bemiddelen om de ringweg toch aangelegd te krijgen. Leiden en Leiderdorp hebben met elkaar de afspraak gemaakt dat komen we er echt niet uit. Dan schakelen we de hulp van de provincie in. Omdat we met elkaar hebben gezegd, dit project is zo belangrijk voor de hele regio. Dan moeten we dat niet met elkaar willen oplossen als we er niet uitkomen. Dan hebben we de provincie ook nodig. Dus daar hebben we inderdaad in die bestuursovereenkomst goede afspraken over gemaakt. Dus wat er ook gebeurt, het wordt 70 kilometer op de oude spoorbaan. Nou ja, ik hoop gewoon dat we dat in ieder geval in goed overleg blijven doen. En met oog voor de belangen die we allebei hebben daarbij. De onderhandelingen over de vorming van een nieuw college in Leiderdorp gaan morgen beginnen.